een woningbrand vanmiddag in Assen. Ja, klopt. Middelbrand zelfs, woningbrand hier in Assen. Waar wij met groot materieel op uitgerust zijn als brandweerzijnde. Waarom kwam deze melding direct binnen als middelbrand? Er zou mogelijk nog mensen binnen zijn. Er waren twee op het pand ingeschreven als inwonenden. Toen kwam u ter plaatse, wat trof u aan? Toen wij ter plaatse kwamen, was de politie al, hadden de deur al geforceerd. De brandweer is toen naar binnen gegaan. Die heeft de woning verder doorzocht. Bij binnenkomst troffen wij een slachtoffer aan. Die is naar buiten gebracht door de brandweer. Omdat er dus mogelijk twee slachtoffers zouden zijn, is de brandweer verder gaan zoeken en heeft daarbij geen tweede slachtoffer aangetroffen. Heeft de brandweer nog blus uitgevoerd? Nou, zoals het nu uitziet is het vermoedelijk een pannetje op het vuur geweest, de oorzaak van deze brand. Bleef een klein brandje en daar heeft de brandweer pas maatregelen op toegepast. De bewoner was alleen in huis. Is ook een rookmelder in de woning? Ja, zoals wij bij aankomst aantroffen was er inderdaad een rookmelder aanwezig. Die was ook behoorlijk bezig met het afgaan als rookmelder zijn. Dus hij deed goed zijn werk wat dat betreft. Helaas heeft het niet mogen baten voor het slachtoffer. Nou, wat rookmelders nogal aardig gepromoot de laatste tijd. Hoe belangrijk zijn deze in woningen? Nou, rookmelders zijn enorm belangrijk. Ze detecteren heel snel het rookverschijnsel bij brand. En daardoor hebben de bewoners gewoon meer tijd om de woning te kunnen verlaten. Waardoor het overlevingskans van deze bewoners enorm toeneemt. En vandaar zijn rookmelders enorm belangrijk. Even terug naar Assen. De woning is een PD van gemaakt. Weet ik wat de politie gaat doen? Nou, de politie gaat onderzoek doen naar de oorzaak en de toestand en de toedracht van deze situatie. En daar is op dit moment helaas nog geen informatie over beschikbaar.